Meneer Wilders, de orde in Rotterdam werd hersteld door een Nederlander die van u geen burgemeester mocht worden. Ahmed Abu Talib, omdat hij 2 paspoorten heeft. En meneer Wilders, het enige wat u heeft gedaan, 20 jaar Kamerlid, 10.000 boze tweets, 0 oplossing. Ik begrijp wel dat meneer Poetin zo enthousiast is over u en over uw grote vriendin, mevrouw Le Pen. Ik begrijp het wel. Voor mij enthousiast? Want wat u doet is verdeling. U verzwakt Europa, u verzwakt Nederland. U wil dat we Europa verlaten. U verdeelt, u verdeelt, u verdeelt. En meneer Poetin is degene die straks heerst. Maar als het gaat over een bijdrage aan Nederland, kunt u heel wat leren van de Nederlanders met een moslimachtergrond die ons militaire uniform dragen. Van de Nederlanders die nu met de burgemeestersketen de orde herstellen. En als er raddraaiers zijn, dan moeten ze worden aangepakt. Maar ik zal nooit accepteren dat de verpleegkundige in het ziekenhuis met een hoofddoek, die mensen liefdevol verzorgt, door u beledigd wordt. Ja, die horen bij Nederland. Dat is mijn Nederland. Want Nederland is van ons allemaal en iedereen die zijn best doet. Iedereen die meedoet. Iedereen die door u beschimpt wordt, heeft meer fatsoen in zijn pink dan u in uw hele fractie, inclusief Dion Graus. Ja, Dion Graus.